doelpunt. Thank you.
Maar dit is wel een van de snelste. Heren, ongeacht of het een vijf doorkomen van blauw, we komen met z'n allen terug. Er blijft niemand liggen. Ja? Wat gaat de fout? Het plaatsen. Het is allemaal weer te onnauwkeurig. We oefenen wel in positie blijven, bal afschermen, plaatsen. Nee, bal op je rug en dan maar weggooien. En dat moet gewoon beter, anders komen we nooit aan een goede aanval toe. En dan zijn we heel verrassend telkens de bal kwijt. Zie ik mensen denken, nou we gaan aanvallen. En dan raken, en dat zijn de ouderen eigenlijk. Die raken de bal kwijt. Kom op, jullie moeten het ook. Je moet voor de jongens knokken. Ja, Max, we hebben de bal gehaald. We hebben gezegd: we gaan terug naar 10 meter. Wat doe jij? Jij stort gelijk door om je mannetje op te zoeken. Vervolgens, wat was het effect? Je komt er hier achteraan zwemmen. Waarom doe je dat zo moeilijk? We hebben 10 meter gezegd, we hebben die bal niet. Je gaat gewoon liggen en wacht tot je mannetje komt en zwemt mee. Het hoeft allemaal niet. Hoeft allemaal niet helemaal naar de andere kant te gaan lopen haasten. Thank you.
bij. Dus ik ga gewoon weg. Jammer.
Thomas Wijman. Te lang inloopt. Jongens, we sluiten niet aan. Hè. Nou komen we in de problemen. Er liggen er drie daar en anderhalf hier nog voor. En dat is het zo'n beetje. Ga gewoon eerst diep. Vraag niet te snel om die bal, want dan stoppen we allemaal daar. Laten we maar even bijhouden. Gaan op de middenlijn houden. De bal vragen. En de rest die ligt dan al hier. Ja, zo komen we nooit aan een goede aanval toe. Ja, als het allemaal zo half op de midden blijft liggen. Ja, probeer het echt. En gewoon echt actief terugkomen. Niet denken van, goh, mijn marktje ligt hier nog? Nee, want achter moeten ze keihard knokken om die gaten dicht te houden. Ja? Ja. Ja, even wisselen. Marlijn. Ja, en dan als een tweede, dat is een aanval. En dan ook.
jongens, ik geloof dat we het van de puppies moeten hebben vandaag. Ja, de rest moet er meer aansluiten. We moeten wel omkijken om de bal te gaan halen. Want iemand haalt de bal, maar dan is de volgende stap dat de volgende ook weer een bal aan de zijkant moet gaan halen. Maar ik zie er heel weinig van, dat is jammer. Maar goed, dat komt allemaal nog wel. Ja, we moeten meer met z'n allen naar voren, zijkant bal halen en dan goed op de midvoor plaatsen. Dus ik zag hier vandaan al, ik weet niet wie die bal van midvoor gaf, dat die man ertussen, die lag al klaar om die bal voor de midvoor weg. Dan moet je het net doen op die plaats en dan plaats je naar die speler erbuiten. Want die ligt echt vrij, want zijn verdediger lag klaar om voor die midvoor te springen. Het zijn allemaal hele kleine dingen, maar moeten we echt met z'n allen knokken. Niet stoppen voordat hij erin zit. Ja, want zij missen ook wel eens. Komt die bal terug van de paal, heb je nog een kans. Ja. Yeah.
zwemmen. Op het midden. Jammer. Open gat, is bij het tijd.